Oh, wat een weer. Ik wist het eigenlijk al. Ik heb Sarah uit school gehaald. Ja. Hoe is dat? Ik vond het wel leuk op school. Vond je het leuk op school? Ja. Echt te grappig. Goedemorgen. Het is donderdag. En ik ben even Sarah de lunch aan het klaarmaken. Die blijft vandaag over op school. Ik vind het nog steeds raar dat ze dat elke keer zonder mij doet. Ik ben zo gewend natuurlijk dat ik ook overblijf. En ik hoop dat we weer naar normaal gaan, want ik mis het echt. Nu ook, ze heeft een nieuwe klas. Er zitten nieuwe kindjes in die ik nu niet ken. Maar ik ben eigenlijk gewoon heel erg vanaf het begin af aan met school gewend. Dat ik dan in de klas kom en met overblijven. En dan leer de kindjes gewoon heel snel kennen. En zij jou. Dus je weet gewoon echt na die eerste dag hoe de kindjes heten. En ja, het is gewoon makkelijk. Dan, ja, is dat gewoon vertrouwd en alles. En ook bijvoorbeeld met z'n kinderfeestje. Kindjes van school die het dan spannend vinden, normaal. Ja, omdat ze jou dan al kennen, vinden ze het gelijk niet meer zo spannend. Omdat je gewoon een vertrouwd persoon al bent geworden. Dus ja, je mist toch een stukje contact daarmee. En ik vind het gewoon altijd heel erg leuk om gewoon met de kinderen te staan. Kinderen zijn gewoon leuk. Oprecht, eerlijk. Open, willen nog heel veel weten. Ik vind dat leuk. Maar goed, we moeten afwachten wanneer het allemaal weer mag en kan. Voor nu wilden ze heel graag wel één dag in de week overblijven. Normaal doe ik dat niet, want ik heb zoiets, ja. Weet je, ik ben allemaal aan het werk overdag vaak, maar ik ben thuis. En dan vind ik het zo raar om haar naar de overblijf te laten gaan. Maar ja, anderzijds wilden ze ook heel graag toch wel een keer overblijven, want ja... Dan zijn ze toch veel vrijer. Dus dan hebben ze meer tijd gewoon om zelf te spelen en te doen. Dus het is ook wel een sociaal stukje. Bij Sarah op school blijven bijna alle kindjes over. Het is echt... Zij heeft er geloof ik 2 uit de klas die thuis eten. En eentje die soms thuis eet. En Sarah dan die soms thuis eet. Dus ja. Zo. Ik doe vrucht daarom, maar... Ja, het valt een beetje één klont in, gewoon vanuit de fabriek. Het valt ook zo uit elkaar. Nou, ze gaan het aankleden. En die is met Mila boven. Want ze zijn aan het spelen. Dat Sarah Mila's baby is. En dat Sarah aangekleed moet worden, want Mila moet werken. Nou, ik vind het allemaal prima. Zolang ze maar zo op tijd zijn. Oh, wat een weer. Ik wist het eigenlijk al dat het heel hard ging regenen. Dan denk ik, ik ga met de auto. Beetje regen vind ik niet erg. Sta ik te warm om te zwaaien. Gaat het gewoon helemaal los. Echt. Top weer. Ik moet even een paar boodschapjes. Nou ja, ik hoef niet, eigenlijk niet echt boodschappen. Maar ik moet naar de kruidvat wat halen. En we hebben wat dingetjes op de lijst staan die wel gehaald moeten worden, alleen niet met heel veel haast. Maar toen dacht ik, ja, als ik toch loop, laat ik dat maar vast gaan halen, want anders moet ik later toch. Dus dat gaan we maar eens even doen. Ik moet wimperlijm halen. Dat heb ik zaterdag nodig, dan heeft ze een fotoshoot. En het is voor iets anders, maar dus ik krijg geen wimpers op, maar ik heb wel wimperlijm nodig. Dus ik hoop wel dat ze bij de kruid wat hebben, want de laatste tijd grijp ik echt elke keer mis. Ik grijp sowieso heel veel mis in winkels. Ik denk dat dat nog steeds door allemaal rare maatregels komt. Dat gewoon bepaalde dingen niet geleverd worden. Terwijl waarom, weet ik niet. Want andere bedrijven en zo kunnen het ook allemaal, dus...
boodschappen zijn gedaan en ik heb echt nog veel meer meegenomen. Een slimperlijn, die heb ik. En toen dacht ik, dit heb ik echt lang niet meer gedaan. Ik haal ook wimperstukjes. Wanneer ik ze graag gebruik, weet ik nog niet. En nagelharder moest ik ook hebben. Dus die heb ik ook gelijk gehaald. Dit moet allemaal boven. En deze had ik pas besteld. Ik heb mijn chocolade. De allerlekkerste. En ik heb nog allemaal andere remedies. Deze zijn zo goed. 2 pakken voor €3. Dus dat heb ik ook gelijk van mijn moeder meegenomen. We nemen altijd, waar we bij verschillende supermarkten komen, dingen voor elkaar mee. Dat is ideaal. Heel veel stro voor de konijntjes. Zo, dit allemaal even opruimen. En dan tijd voor thee. En dan nog trouwens de outfit van vandaag. Even denken, ik heb weer diezelfde sieraden om als gisteren. Deze van Anna plus Nina. En deze zijn heel oud. En deze zijn niet van een merk. Ik had deze, die spijkerjas aan. Die is van. Ik weet niet wat het is. Eerst wist ik het altijd. En nu niet. Riverwoods. Top is van Warehouse, Bulk Mango. En weer die leuke laarsjes van de Bronx. Ik vind ze echt geweldig. Ze lopen echt lekker. Dit ruimt echt lekker op. Deze hele tas. En dit is echt een hele grote shopper. Zit helemaal vol speelgoed wat weg kan. Yay. Ik heb Sarah uit school gehaald. Ja. Oh, is dat leuk op school? Vond je het zo leuk op school? Ja. En ik heb een taakje, mama. Oh, wat heb je voor taakje? Ik help Noah met de computers aan te zetten. Oh, dat is wel heel leuk. Om op scula mode te spelen. Dat is wel een leuk taakje. Ik noem het Mo, maar volgens mij het voor mij te moe. Ja, weet ik niet. Maar goed, doet er niet toe. We snappen hem. Maar het was dus heel leuk op school. Moet je ze dan ook uitzetten, einde van de dag? Ja. Oké. Okay. Volgens mij wel. Eigenlijk is het gewoon computers. Dat is wel een hele leuke taak. En nu gaan we naar oma. Ja, want die gaat dit daar weekend. Ja, gaan ze weer een tijd weg. Dus gaat nog even gedag zeggen. Die camera gaat heen en weer. Ik zie hem ook, heb mijn ogen ook helemaal bewegen. Maar goed, het gaat goed. Hij valt niet, hij beweegt alleen heel veel. Dus we gaan daar even, in ieder geval ik doe even een bakje thee. En jij kan je laatste stickers ook gelijk plakken. Die heb je compleet. Dat is waarom wel leuk. Waarom moet je dat doen? Nee, ik doe een bakje thee. Jij kan toch die laatste stickers op die poster? Wat gaan we dan doen met die poster? Die mocht je in de logeerkamer, zeg maar in jouw kamer ophangen van oma. Bij ons hadden we niet echt een goede plek en oma had wel ruimte op zijn muur waar je ze kan ophangen. Maar waarom is Luc ouder dan mij? Ik vind dat hij ouder is dan Luc. Dus want, daarom zit Luc denk ik achter op de fiets. Maar Lisa is nog jonger dan. Ja, maar ik denk dat die jongen, omdat hij groter is, op Luc's fiets is en dat Luc daarom op het zitje zit. Denk ik. Snap je hem? Ja. Jij gaat ook wel eens onverwachts ergens spelen. Dat je ergens in een zitje dan zit opeens, hè? Bij ja, bij Georgia bijvoorbeeld. Ja, vorige keer bij Talita. Ja, oké. Maar alleen niet de heuvel. Dat nee, dat snap ik. Met 2 kinderen, dat is echt, die heuvel is bijna zo. Dus daar wil je echt niet met 2 kinderen op fietsen. Nee, we fietsen er ook niet op te lopen. Nee, dat snap ik. Ik heb dat ook wel eens met jou gedaan. Toen was je een stuk kleiner. Nou, echt, dat is echt. Je verzuurt het tot in je tenen. Dat is echt niet prettig. En de laatste sticker gaat op de poster. Oh. Bam. Echt te grappig. Ze had natuurlijk al een beetje speelgoed uitgezocht. Dat heb ik vandaag allemaal nagelopen. Dus ik ging die naar bed brengen. En ze heeft deze allemaal nog. Dit is ik leer schrijven. En ik leer rekenen. En ik leer lezen. Maar dat is allemaal voorbereidend eigenlijk voor als je naar groep 3 moet gaan. Maar ze zit natuurlijk in groep 4. En lezen is sowieso en schrijven ook wel
In ieder geval netjes schrijven nog niet, maar ze kan wel heel goed schrijven al. Daar is al veel, veel, veel verder in dan deze dingen zijn. Dus toen had ze het, nou dan verkoop ik die, want ze wil natuurlijk heel graag de centjes bij elkaar voor de grote Lego doos. En dus we hadden het erover. Ik zeg, dan kan je twee dingen doen, want ze twijfelde heel erg. Ik zeg, dan mag je zeggen ja, ze mogen weg, of je mag zeggen ik denk er nog over na. Ik zeg, nooit tegelijk dan toch nee. Ik zeg, weet je, neem dan gewoon de tijd om er even over na te denken. Ik zeg, want eigenlijk, je hebt er niks meer aan. Het is alleen het gevoel dat het weggaat. Dus ik was, nou ja, ik doe ze weg, want ik wil Lego. En toen deed het toch wel weer pijn dat het dan wegging. Dus twijfelde nog steeds heel erg. Ze heeft trouwens ook klokkijken, maar klokkijken, ja, het begint wel te komen. Maar die moest nog wel echt blijven. Dus ja, nou is ze er heel hard over nadenken in bed. Oh, ik denk dat ik weet wat ik ga doen. Ik denk dat ik deze op tafel zet. En ik heb hier die doos staan. Want die heb ik natuurlijk vooral gekocht omdat deze eruit zou gaan. Dan heb ik het prijsje opgedaan wat ik ervoor betaald heb. En in het stickertje kan ze dus elke keer zien hoeveel ze bij elkaar moet sparen. Ik denk dat ik ze samen op tafel neerzet. Echt van ja, dit bewaren of juist voor deze gaan en sparen. Dit is 8 plus en hier is denk ik 3 weken mee bezig voor ze deze zelf gebouwd heeft. Hij is ook echt, hij is zo gaaf. Ik heb hem al even laten zien, dat kan ik nog een keer doen. Kijk, dan heb je hier een zweefmolen. En hier de kleine achtbaan. En even kijken. Hier zit nog een kraampje erbij. En hier zit dan nog een schelp allemaal in dat thema. En ze heeft natuurlijk ook de grote achtbaan heeft ze bij mijn ouders nu nog staan. Daar zit een reuzenrad bij. En ze heeft nog 2 attracties boven en nog van die kleine dingen. Dus ja, dan kan ze daar gewoon een heel thema attractiepark bouwen. Dus dat is natuurlijk super gaaf. En deze lijn gaan eruit van het attractiepark en de kermis. Zij bouwt er gewoon 1 attractiepark van. En nu hebben ze in plaats daarvan een waterpark. Een attractiepark, maar dan een waterpark. Toen dacht ik, oh, dat kan je eigenlijk best wel combineren. In het buitenland zie je dat natuurlijk wel vaak, een attractiepark met een waterpark eraan vast. Dus ik denk, nou, als ze die dan allemaal bij elkaar heeft, kan dat er misschien naast. Dat is wel leuk. Een paar die er nu nog goed op stonden overal te koop, die heeft ze op de lijstje staan. Ze heeft natuurlijk altijd een verlanglijstje met de verjaardag. Het is wel heel leuk als ze het allemaal bij elkaar krijgt. Dus ja, ik ga het op tafel neerzetten. Dat ga ik gewoon zo doen. Dat zien jullie niet. Maar als ze dan morgen beneden komt, kan ze zien van, hey, dit versus dat. Oh, een beetje donker, maar het staat dus nu zo hier en daar. En dat is eigenlijk het eerste wat ze gaat zien. En toen bedacht ik me opeens dat ik deze vandaag gehaald heb. En deze staat te renderen. Dus ik ga deze kijken en van mijn chocola genieten. Morgen is het alweer tijd voor de laatste dag van de eerste week school. En wat is het weer donker op het scherm. Maar goed, ik ga de vlog toch afsluiten. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, vergeet dan niet op abonneren keer te klikken. Dan zie ik je morgen. Doei doei!